In deze video de app Story StoryMaker. Maak je eigen verhalen. Hoi, mijn naam is Meester Sander en in deze video weer een toffe educatieve app. Want dat is wat je op mijn website meesterzander.nl en op dit YouTube kanaal kunt vinden. Uh, deze video gaat over de app SuperDuper StoryMaker. En... Ik vind het fantastisch om met kinderen verhalen te maken, maar helaas ben ik niet zo'n goede tekenaar. Maar ik vind het wel leuk om een verhaal uit te beelden of ja, vast te leggen. En dat kan met deze app. Je maakt vliegensvlug je eigen verhalen, je eigen boeken samen met de klas, met een aantal kinderen, wat je eigenlijk wil. Laten we de app gaan bekijken. Dit is de app Superduper Storymaker. Een app in het Engels, maar dat is eigenlijk niet erg, want je maakt hierin je eigen verhalen. En dat kun je dus doen, bijvoorbeeld, om je woordenschat te ondersteunen. Of dat je zegt: hé, hey, we hebben zelf iets meegemaakt in de klas. Dat willen we graag uh, in een boekvorm hebben. Of, zoals je kan uh, bedenken, is dat je zelf woordenschatwoorden wil um, inbrengen. Of je laat kinderen zelf hun eigen verhaal maken. Want storymaker gaat natuurlijk over verhalen maken. Nou, je kunt de tutorial kijken, dat gaan wij nu niet doen. Ik ga je vertellen. Er is een create functie, daarmee kan je een boek maken. En er is een stories functie, daarmee kan je boeken lezen. Nou, ik heb al eentje over voertuigen gemaakt. Wat ik dan wil is dat er allemaal verschillende voertuigen in staan. Je kunt zelf tekst invoeren en je kunt dus dan het boek gaan lezen. Ziet eruit als een echt boek. En bijvoorbeeld, welke voertuigen zie je hier? Je zou er met kinderen over kunnen praten. En um, ja, het is gewoon een super handig uh, boek. En je kunt er zoveel bladzijden toevoegen als je wil. Je ziet, het boek is nog niet af. Dus daar gaan we eens even mee bezig. Dus ik kan hem editen als ik naar voertuigen ga. En ik kan hem ook exporteren. Dus als PDF of als video. Super handig want daardoor ja, kan ik hem makkelijk in een andere app openen. Dus ik kan hem bijvoorbeeld in kopiëren naar iBooks of in notities laden. En nu zie je dat ik hier mijn eigen boek heb gemaakt. Handig hè? Nou, ik ga even terug naar StoryMaker en laten zien hoe dit werkt. Je ziet al, er zit heel veel mogelijkheden in. Dit is de cover die je ziet. En je kunt dan nieuwe pagina's maken. Nou, je zou... Uh, ik heb hier een strand gemaakt. En dat ga ik je laten zien hoe je zoiets doet. Je kiest een wit vel. En dan kun je hier aan de rechterkant kiezen voor search. Dan kan je plaatjes zoeken. Dierenplaatjes, eetplaatjes, mensen. Je eigen foto. Super handig. Als je dus foto's hebt gemaakt van iets of vanuit je klas kun je dat hierin importeren. Een achtergrond doe je via places en dan kun je dus een plaats toevoegen. Uh, nou bijvoorbeeld onderwaterwereld of deze weg met de bergen die we toen straks hadden of het strand. Nou wil je dan een poppetje daaraan toevoegen, is super leuk, want je kan gewone poppetjes toevoegen, maar ook beroepen. Nou net zag je bij mij uh, de, de duiker volgens mij, maar je kan ook Um, een astronaut toevoegen, een acteur, een kok. Nou ja, zo gek als je het kan bedenken. Een teacher. Oh ja, hier is de swimmer. En het leuke is dat je dat poppetje ook weer helemaal kan aanpassen. Dus je kan zeggen of hij blij is, boos is, surprised. En je kan kiezen of het een jongen of een meisje is. Handig hè? Dus elk beroep is er in een mannenvorm en een vrouwenvorm. Je kan de kleur van het haar aanpassen. Je kan de kleur van de huid aanpassen. Je kan zelf zeggen: Ik wil mijn eigen kleur bepalen. Je kan de titel aanpassen. Zodat je je eigen Nederlandse teksten hebt, bijvoorbeeld. Zwemmer. Um, nou, en zo kan ik hem kleiner maken. Wil ik hem meer? Dan dupliceer ik hem. Ik kan hem draaien. Zo zijn er twee duikers. En zo zou je kunnen zeggen: De een is een mannetje en de ander een vrouw. Nou, wat gaan ze beleven? Misschien willen we dat wel um, erbij typen. Nou, dan kan je een tekstbox toevoegen. Die tekstbox kan je helemaal aanpassen. Als je erop klikt, komen hier allemaal opties. Dus ik wil nu eigenlijk geen tekstbox. Ik wil wel de tekst aanpassen. En dan kan je je eigen boek schrijven, of je eigen prentenboek schrijven. Wij gaan een stukje zwemmen. Nou, wil ik dan bold. Nee, ik wil dit ook niet. Ik kan zeggen hoe groot moet de tekst? Nou, niet zo groot. Wat voor soort tekst moet het zijn? Kan ik allemaal aanpassen. Zo wil ik hem. Ik wil gewoon zwarte letters en die wil ik hier hebben staan. Nou, en nu heb ik een bladzijde gemaakt. Kijk. Zie je dat? Nou, je kan ook nog tekenen. Bij de kleur kiezen. Nou, wil je dat weer weghalen? Nu undo. Je kan ook gummen. Je kan een kleur kiezen die hier is. Dus dan kan je heel makkelijk met de pipet een kleur kiezen. Dus ik wil de kleur van de zon. Of ik wil de kleur van de lucht. Dan kan je dat heel makkelijk kiezen. Net als in een soort Photoshop eigenlijk. Nou, wil je deze bladzijde nou nog een keer? Dan klik je hier op uh, dupliceer dan heb je hem twee keer. Dat kan handig zijn als het verhaal verder gaat. Um, en je wil maar een paar kleine dingen aanpassen. Ja, en je hebt gewoon superveel plaatjes erin zitten. Met thema voertuigen bijvoorbeeld. Heel leuk. En het is echt leuk om met kinderen hier je eigen verhaal te creëren. Naar ouders toe te laten zien. En kinderen zelf hun creativiteit te laten spreken. Ik sla hem even op. Ja. En je kan dus ook gewoon helemaal een nieuwe maken. Dan druk je op Create. Nou, ja, dat is superdupe Storymaker in het kort.